een oorlog met Duitsland. Dat is toch de Tweede Wereldoorlog? Daar hadden ze het over vanmiddag op de radio. Kijk, dit is een oude foto van opie met nog iemand. Laat eens zien. Dat huis ken ik volgens mij. Daar fiets ik altijd langs onderweg naar school. Ja, dit is het huis inderdaad. Hallo, mag ik vragen wat jullie aan het doen zijn hier? Hallo, we hebben een oude foto gevonden in een kistje van onze overgrootvader en uw huis staat erop. Kijk, dit is onze overgrootopa Peter en dit is zijn vriend Samuel. Kent u die Samuel misschien? Nee, helaas. Gezien de ster op zijn jas moet het een Joodse jongen geweest zijn. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft hier wel een Joods gezin gewoond, heel lang geleden. Maar er zijn geen struikelstenen hier voor de deur gelegd. Dus dat kan betekenen dat er misschien nog Joodse familieleden in leven zijn. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat er nog struikelstenen gelegd gaan worden hier. Struikelstenen zijn eigenlijk, ja, het zijn eigenlijk geen stenen, want ze zijn van metaal. Het zijn kleine metalen blokjes. Daar wordt ingegraveerd de naam van de mensen die waar het over gaat, die in een bepaald huis gewoond hebben, hun geboortedatum, hun sterfdatum en vaak ook de kampen waar ze zijn omgekomen. Dat is in Duitsland begonnen. Dat doen we in Nederland tegenwoordig ook. En het is eigenlijk gewoon een manier om niet te vergeten dat er in vrijwel iedere straat, in ieder dorp, in iedere stad mensen zijn afgevoerd om vermoord te worden. En daar zijn die stenen voor bedoeld. De namen die erop staan, de namen zijn van de mensen die daar gewoond hebben voordat ze werden gedeporteerd naar de vernietigingskampen. Er zijn in Nederland ruim 100.000 Joden gedeporteerd. Ongeveer 110.000 Joden zijn er waarschijnlijk gedeporteerd. En daarvan is maar een heel klein deel levend teruggekomen. Ik geloof zo'n 5.000 tot 7.000 zijn er uiteindelijk levend teruggekomen. Hitler behoorde tot een groep mensen die zeer antisemitisch waren. Die gaven eigenlijk de schuld aan de Joden van eigenlijk van alles. Als er ergens hongersnood was of als het economisch niet goed ging, dat was altijd de schuld van de Joden. Wat natuurlijk onzin is, maar je kweekt daarmee wel een anti-Joodse sfeer. De kracht van het nationaalsocialisme is de eenheid van het volk en zijn rasbewustheid. Daarom, en daarom alleen, kan het Duits-Germaanse broedervolk, tezamen met zijn Italiaanse wapenbroeder, zulke grote daden tot stand brengen en zich bevrijden van de knellende banden van het Brits-Joods-kapitalistische imperialisme. Op een gegeven moment zijn er steeds meer rechten afgenomen van Joden, dus ze mochten niet meer naar de universiteit, ze mochten geen les meer geven, ze bepaalde functies niet meer uitoefenen. En dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, langzamerhand steeds erger geworden. En op een gegeven moment is die Jodenvervolging ook echt geïntensiveerd in de zin van steeds meer mensen uit hun huis gehaald en afgevoerd naar kampen om vermoord te worden. Hitler wilde Duitsland en ook de landen die hij had veroverd vrijmaken van alle Joden. Dat moesten
daar moesten mensen wonen die niet van andere rassen afkomstig waren, zal ik maar zeggen. Waarom de nazi's zo'n hekel hadden aan Joden is eigenlijk moeilijk uit te leggen. Want het zijn natuurlijk allemaal verzinsels over een bepaald volk dat kwaadaardig zou zijn, dat uit zou zijn op vernietiging van de Duitse cultuur of iets dergelijks. Er zat veel propaganda en leugens ook gewoon achter. En ja, daar zie je eigenlijk wel een gevaar dat als mensen maar vaak genoeg dezelfde nare verhalen over mensen vertellen, dat heel veel mensen dat gaan geloven. En dat is er in Nazi-Duitsland ook gebeurd. De Jood was de vijand. Oké, heel erg bedankt voor de informatie. Fijne dag. Doei. Dag. Ik vraag me af wat er met Samuel is gebeurd. Ja, ik ook. Misschien is er nog wat meer informatie in dat kistje van Opie. Hoi, papaman. Hoi. Hey, voorzichtig op de trap. Wat is dit? Het lijkt wel een dubbele bodem. Inderdaad, ja. Wat is dit? Het lijkt wel een dagboek. Dagboek van Petrus Machiel Wilhelmus Jansen. Geboren 5 mei 1928. Ik ben bang dat ik er schuldig aan ben. Wat is er gebeurd dan? Geen idee. Het staat er niet ingeschreven volgens mij. Het gaat alleen over de oorlog zelf. Wat is het eerstvolgende deel in het boek na 3 april? 6 april 1943. Arno, vader zegt dat het heel moeilijk te begrijpen is wat er allemaal gebeurt. Ik merk aan mijn vader en moeder dat ze ons niet alles vertellen. Gisteren kwam oom en Cor op bezoek met een paar mannen die we niet kennen.